toch geweldig dit. Dat is zo leuk om te vinden. Dat blijft gewoon heel erg leuk. En dan kan je natuurlijk wel zeggen van joh, heb jij ondertussen niet paardjes genoeg? Nee. En wat ik me eigenlijk dan altijd afvraag van die musketkogels. Als ze afgevuurd zijn, dan zijn ze vaak plat of ergens tegen aangeslagen. En deze staat mooi rond. Zijn er dan zo verschrikkelijk veel musketkogels gewoon verloren? Of misgeschoten? Of waarom zijn deze dingen alsof ze niet zijn afgevuurd? Ze zijn gewoon helemaal mooi nog. Konden die gasten niet een beetje zorgvuldiger omgaan met de munitie? Supermooi lepeltje. Tenminste, een deel van een lepeltje. En het is jammer dat die stuk is. Want de versiering loopt helemaal door vanaf hier het handvat. Helemaal door op de lepel. Maar ja. Meer als dit is het niet. Helaas. Dit is echt heel erg leuk. En dan zou je denken, wat is er nou zo leuk aan een zegellood. Nou. Dit is een zegellood en daar staat in het Engels wat op. Ik kan het niet zo heel goed lezen, maar er staat op Some of Bow the succeed in trade to some en dan 1759. Ik hoop dat jullie het kunnen zien. Ik tril helemaal een beetje. Kijk, een steen met een zilver randje. Oh, dit kon wel eens een hele leuke zilveren ring zijn. Dan moet ik mijn geduld bewaren. Om hem uit te pakken, want hij zit helemaal in de klut. Ik ben echt zo blij met deze ring. Nu al. En ik moet hem nog helemaal uitpakken. Ik moet hem nog helemaal schoonmaken. A shovel in hand and a heart full of zest. The toy soldier sets out on his treasure quest. Digging deep in the soil, unearthing secrets untold. The toy soldier's on a mission, seeking treasures of gold. With knowledge as his weapon, he unravels mysteries. Join the adventure, let's learn and dig together with glee. Het is een Jacobsschelp. En er zijn verschillende theorieën over, maar eigenlijk komen ze allemaal wel een beetje op de pelgrimstocht neer. Als je dit bij je had, dan kon je laten zien dat je een pelgrim was en dan betekende het dat het goed is. Dat je goed bent. Dat je geen bedreiging bent. En weer een te gekke vondst. Het houdt niet op vandaag. Het zijn 4 fragmenten van een... Ik denk een armband of zo. Dit is, ik denk, koper. Het valt echt helemaal uit elkaar, maar die stenen die zijn nog wel goed. En ik ga ze even wassen. Dan ga ik even kijken wat het precies voor kleurtje is. Het is een beetje rood geëmailleerd. Ik weet het niet hoe je het moet zeggen. Kijk nou wat een leuk ornament. Dat is grappig. Aan deze kant kan je nog beter zien wat het was. Dit is de achterkant. Dit is de voorkant. Ja, ik denk een soort kastensiering of zo. Ik weet het niet. Hij is helemaal verfrommeld. Maar hij is wel erg leuk hoor. Een soldaatje. Dat was een tijd geleden dat ik zo'n mooi lood gevonden heb. Ik vind die Engelse van vanmorgen vind ik ontzettend leuk. Maar zo eentje met van die prachtige Leidse sleutels. 1/1/8. Prachtig. En als je denkt dat het nog niet op kan, een dikke, vette zilveren. Ja, ik denk een stuk van een lepel. Denk ik. Gok ik zo. Nou, nee, ik denk niet. Nee, ik weet niet wat het is. Nee, het is niet van een lepel. Maar het is wel een lekkere zilveren plak. Met versiering.
gaat lekker vandaag, jongens.